Ark! Ark! Hey. We zijn er weer. Ja, luister, jongens, ik ben er een beetje klaar mee. Ik ben een beetje klaar mee dat we nog steeds geen mutagen hebben. Ik zit de hele tijd te teasen aan jullie van... Ja, man, we gaan even lekker mutagen vormen. En dat is dan niet gelukt en daar baal ik van. Dus de world is net weer getransferd naar een nieuwe biome. We hadden natuurlijk net Element. Of net, in de vorige aflevering hadden we Element. Which was nice. Element is heel erg Gucci. Dus daar houden we van. Maar we willen eventjes die mutagel area hebben. Want dan kunnen we gewoon eventjes onze, maat even inspannen. En dan, Jannik, hebben we dat er gewoon even doorheen. Of is dit nou weer die stone? Ik wil eigenlijk helemaal niet dat ding dat deze meegaat. Hij vliegt wel redelijk snel, though. Laat me hier. Miwink. Weet je wat? Ik neem je wel gewoon mee. Maywing in de bal. Dit is volgens mij nog steeds niet de biome die ik zoek. Toch? Is dit nu de Black Pearl biome eindelijk? Die is ook leuk. I mean, Black Pearl farms, let's go. Maar ik wil gewoon die mutagel farm hebben. En dan kunnen we gewoon per 800 mutagel volgens mij 6 mutagen maken uit mijn hoofd. That's what I want, man. We kunnen sowieso nog wel even een kijkje nemen bij die somme cave. Misschien dat ze wel weer gerespawnd zijn. We zijn inmiddels al een tijdje aan het arken. Ja, wat hebben we? Oh nee, het is weer deze rot biome met al die stomme stenen. Ja, ik ken me echt een worstwezen, gast. Al die red gems en die blue gems en zo. Heel leuk dat dit er is, maar boeien ruurt. Waste of time. Wat ik trouwens ook wil doen, is als ik wat van dat mutagen heb, is zo'n lekkere voidworm. Lekkere voidworm temmen. Maar ja, hè? Zover zijn we niet. We hebben geen mutagen. Let's go home. We gaan eventjes al onze meuk dumpen, want we hebben natuurlijk wel weer een hele hoop in onze bakkes. Even kijken, structures. En dan dumpen we even alles weer. En dan kun ik eventjes een bordje plaatsen bij James. Ik wil gewoon even vertellen dat ik mijn base nu weer een beetje verder ben. En dat ik zo'n public transporter heb gemaakt waar eigenlijk iedereen gebruik van kan maken. Dus dat is een beetje wat ik wil doen. Eerst eventjes het inventorietje legen. Ik heb weer wat metal in de smelters gezet. Zullen we voor de gein weer even onze Griffin eruit halen? Of onze Griffin, wauw, onze Wyvern eruit halen. Dat is alweer een tijdje geleden dat we met die jongen op pad zijn geweest, zeg maar. I like him. I like him a lot. He's my friend. Talking about beesten eruit halen. Onze Strider zit ook nog steeds in de server geüpload. Laten we hem maar eventjes downloaden weer. Want hij expired namelijk na een tijdje. Eyo! Kijk hem ook staan, joh. Wat een man. Hoe is het met jou? Jij moet natuurlijk die batterijen weer eventjes een beetje opladen. Ik jenneke je wel weer gewoon lekker om de hoek zo. Kunnen we zeg maar een Strider klonen? Dat vraag ik me nou af. Asking for a friend. Kunnen we een Strider klonen? Zou hij dicht genoeg in de buurt zijn om de clone te starten? Ik denk het niet. Nee. Het is niet per se nodig. Jij blijft hier maar staan, Striderman. Ja, ik wil even met mijn wyverntje. Gewoon even een beetje kloten. Oh, cryosickness. Great. I forgot about that. Geef me eventjes 295 seconden. A few moments later. Ik wilde kijken of ik mijn Astro Delphis kon klonen. Met de normale cloning chambers, maar dat doet hij niet. Ik ben zo gewend om zeg maar de S+ cloning chambers te gebruiken op de island. Dat ik gewoon ervan uitga dat alles clonable is. Maar blijkbaar ben jij niet clonable. Want het zou heel leuk zijn als ik namelijk een mannetje heb. En dan kunnen we die lekker laten bensen. We kunnen hem misschien wel meenemen naar de island een keertje. En hem daar... Oh ja, oh. En daar klonen. Ik weet niet of ik een Astro Delphis farm wil starten. Maar who knows. Hey, anyways. Mijn wyvern is weer opgestaan en plaatsvergaan. Hallo, maatje. Jij bent een level omhoog. Ik geef jou wat movement speed. Oké, let's go. Ik heb inmiddels al mijn zooi meegenomen om bij Jamie een bordje te plaatsen. En nu ga ik er vandoor, wat helemaal niet eens de bedoeling is. Ik wil er helemaal niet vandoor gaan. We back, baby. We back. Nee, want er zit binnen onze portal. Open up. Eeuw. Maywing-san, jij mag even chillen hier. Maywing-san hoeft vandaag niet mee. We gaan vandaag eventjes met Mooi aan de bak. Waarom heb ik dit ding überhaupt Mooi genoemd? Wat stomme naam. Ik ga hem even een andere naam geven. What up, Katja 225, mooi naampie. We gaan gewoon hierheen, want dat is het meest dichtbij James Season Base, denk ik. And let's go have a visit met Katja the Wyvern. Oh, Katja. De Maywing was wel sneller geweest, and I know that, maar dit is wel leuker. En imponerender. Ik weet wel dat de Poison Wyvern volgens mij veel sterker is en beter om te hebben dan deze Fire Wyvern. Maar look at this beauty. Ik weet nog wel dat ik gewoon een random ei greep en dat gewoon een heel high level ei was. Dus ik ben gewoon blij met deze Wyvern, oké? We gaan hem niet skippen. We gaan hem geen aandacht... Fuck, mijn woorden. Joost kan niet praten! Hij is gewoon cute. Oké, James Base zit natuurlijk helemaal daar in de lucht. Dus ik weet niet zo goed hoe ik een bordje kan plaatsen om zijn aandacht te krijgen. Zou ik een bordje kunnen plaatsen op deze pilaar? Dat zou echt hilarisch zijn. Dat kunnen we wel proberen. Het zit wel het meest in de buurt of zo. Zullen we het proberen?
Katja, blijf hier. Oh, ik val naar beneden. Wacht, Katja, wacht even. Katja, ik wil even op je kopje staan. Ik wil gewoon proberen of dat kan. Gewoon hier aan de zijkant van zijn basis. Gewoon een enorme toren met een bord erop. Ah, dat had zo grappig. Oh, dat kan wel. Yes! Dat kan. Oh my god. Yes! Wat goed. Oh, wat hilarisch dat dit kan. Yeah, baby. Yeah, baby. Look at this. Okay. Let's get some walls up in this beach. Heel grappig, want nou ja, tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Want het moment dat James, zeg maar, ruzie gaat hebben, kan iemand hier gewoon een fop opbouwen. Toch? Het is niet de meest sterke fop, maar het is een fop nonetheless. Oké, we laten hem wel gewoon staan. Dit is gewoon nu mijn communicatiepaal voor Jamesy. Als ik een keertje met hem wil praten, gebruik ik gewoon deze paal. Look at this paal. What a beauty. What a beautiful paal. Ik wil trouwens even kijken wat Jamesy allemaal heeft staan. Ik zag volgens mij een staartje wiebelen. Misschien als we dichterbij komen. Ja, we hebben hier Badderbami. Hij heeft ook wel wat wyverns staan hoor. Best wel veel. Turretjes hier en daar. Not bad, Jamesy, not bad. Ah, we moeten altijd eigenlijk ook even beertraps hierop moeten zetten. Turrets niet. Turrets is te hostile. Dat moeten we niet willen. We moeten niet een hostile vibe afgeven. Dit is gewoon een communicatiepaaltje, joh. Misschien dat ik hier ook nog een teleport op ga zetten op een gegeven moment. En een generator erin. Dat is nog best wel nice, want dan kan ik echt heel snel naar Jamesy teleporteren. Oké, this one. I want to place the billboard. Beautiful. Set text. Oké. Hey James, dit is nu mijn praatpaal om met je te babbelen. Anyways, ik heb een public teleporter op mid gezet voor iedereen. En mijn base is bijna af. Snel bakkie doen. Kus J. Nou, dat is wel duidelijk, toch? Rudy is kus R. Ik ben kus J. Kunnen we op de billboard fakkel plaatsen? Nee. Maar we kunnen wel hierop fakkel plaatsen. Dus joink. En joink. Zijn jullie aan? Hoe krijgen die dingen überhaupt? Er moet hout in, zeker. Ugh. Kan ik er ook gewoon gasoline in doen? Ik kan er geen gasoline in doen. Heb ik niks brandbaars bij me? Oké, het zijn nu twee lege fakkels. It's fine. Ik zat nog te twijfelen om een... hoe heet het? Deze? De transmitter hier neer te zetten. Ik bedoel, ik kan gewoon een nieuwe transmitter maken thuis. Weet je wat? Dat is wel leuk. Zet hier een transmitter neer, want dan ziet hij van... Oh ja, transmitter des. En dat maakt een beam. Beam in the sky! There we go. Dat is mooi. We got them beams in the skies. Nou, hele mooie praatpaal voor James om naar te kijken. Wat super grappig dat dat kan. Dat je gewoon op zo'n dunne pilaar één foundation kan neerzetten. Om vervolgens een praatpaaltje te maken voor James. Ik vind het leuk. Nou, Katja, we gaan even kijken naar hoe mooi dit eruit ziet. Oh, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Oké, nou James, we horen het wel. Wanneer hij een bakkie wat komen doen. Hij weet mijn beest te vinden. Die zit natuurlijk daarachter. Dus het ziet er zo stom uit. Zo stom dat ik het mooi vind. Goed, volgens mij zie ik daar wat drops. Let's go check it out. Maar gewoon twee gele drops naast elkaar. Hoe nice wil je het hebben? Oké, wat hebben we? Ascendant Astro... Geen idee, maar ik neem het nog mee. Giganotosaurus saddle, oké. Altijd handig. Kakarikonos. Nee. Weet je, saddletjes zijn altijd nice. Daar alleen geen blueprints. Maar gewoon normale saddletjes zijn ook leuk. En wat zit erin? De tweede dan. Oké, ik kan hier niet landen. Katja, wacht hier. Papa moet even kijken wat er in de loot drop zit. Oeh. En het is... Oké, absorbent. Sure. Thanks voor de absorbent substrate, man. Very cool. Trouwens, nu we toch een beetje aan het struinen zijn hier, oh. Ik heb echt sinds ik op Gen 2 zit, heb ik gewoon mijn basis hier neergeklakt. En ben toen naar de Corrupted Site gegaan. Ik ben eigenlijk vrijwel niet meer de Corrupted Site uitgegaan. De enige reden om hier nog te komen was, ja, nu dus. Omdat James en Rudy er zijn. Want voor de rest kwam ik hier nooit. Dus laten we gewoon eens kijken of er het een en ander gebouwd. Want ik zie hier alweer wat signs. Oh, dat is die El Pinky. Die El Pinky, die is hier gewoon... Is hij aan het breeden hier? Wat heeft hij... Oh, hij heeft een... Woe, dat is een hele mooie tekstego. Holy damn, 180. En hoeveel? 27-0 op HP stat. Oké, de HP stat is niet denderend, maar 180 wel tego's. Best wel prima. Weet je wat heel naar zou zijn als ik hem nou gewoon ga neerhalen? I mean, hij is hier zo druk bezig met zijn mooie team. Het is niet eerlijk om dit gewoon neer te halen. Wat kan ik hier überhaupt mee? Kan ik hem claimen? Ik kan de bestjes eruit halen, dat is echt oneerlijk. Nee, weet je wat? Hou maar lekker. Hou maar lekker je steengootje. Ik vind het goed. Ga maar lekker claimen. Ik heb toch wel betere stego's trouwens, dus it's oké. Maar wel grappig om te zien dat die El Pinky die we net of in een eerdere aflevering tegenkwamen in Space, hier al gewoon eventjes een 180 stego heeft neergehaald. Dat is mooi hoor. Doet hij goed. Oeh, we hebben een Alpha Carnootje. Die lust ik wel. Sowieso wel goed voor mijn chibi. Laten we maar niet met de Wyvern gaan kloten. Katja, blijf even in de lucht hangen. Want papa moet eventjes een alfaatje neerhalen. Waarom gaat hij nou telkens landen? Pitch, ga maar landen dan. Twee alfa's, wat is dat? Dat is gewoon een Triceratops die pissig is. Pieuw. Joink hem. In de hand zetten. Ik weet niet waarom hij zo gehyperfocust is om dat ding te temmen. Of te eten. Ik vind het prima, maar... Ze hebben zoveel HP, joh. Hij is al bijna neer.
Hij is bijna neer. Hatsa. Thank you. Hij heeft ook echt helemaal geen moeite gedaan om me aan te vallen. Thank you voor de arm. Oeh, wat heeft hij bij zich? Mastercraft leggings? Pistooltje, heel nice. Yo, thanks. Was vergeten dat die dingen ook gewoon goede loot dropten. De chibi is al level 3. Moet wel even wat meer leveltjes krijgen. Hey, Katja, kom, we gaan weer even verder. Want ik wil eigenlijk heel graag gewoon even iemands base vinden. Weet je wel, dat we iemands team vinden is helemaal leuk en aardig. Maar ik wil iemands base vinden. Gewoon even een lootje koenken. Deck Raptors, ga eens even heel gauw neer. Ik zie hier namelijk een hele mooie Alpha Raptor voor mijn neus. Goed zo, raak hem maar, jongen. Ik weet niet hoeveel damage hij doet, maar... Hij zit even een beetje irritant in de weg daar, hoor. Kijk, dat is mooi. Ik vind het zo mooi dat die beesten gewoon continu geobsedeerd om bodies te looten. Het boeit ze niet dat ze worden aangevallen verder. Alleen maar bodies looten. Hatsa. Weer zo'n pistooltje, joh. Ik krijg alleen maar pistooltjes van ze. Ilo. Oké, wat zit er in jou? Oké. Het is niet heel denderend. Ik neem het mee, maar het is niet denderend. Thanks for nothing, man. Hey, trouwens, ik zit te denken. Ik zit nou toch een beetje doelloos rond te vliegen. Ik was gewoon op zoek naar een base, maar ik heb het gevoel dat de meeste mensen wel, net als ik en James, die gewoon de meest prime base potjes van de server al te pakken hebben. Dus misschien is het leuk om eventjes een missietje te doen. Ik weet wel dat ik heel veel zooi bij me heb. Maar might as well. We zijn nu toch bij zo'n ding hier. Dus misschien is dat wel leuk. Even kijken of ik nog een leuk missietje heb die ik nog niet heb gedaan. Oké, ik heb eventjes de eerste gedaan van glide en slide. En we moeten gewoon lekker gaan gliden en sliden. Dat is eigenlijk het idee van deze missie. Normaal gesproken doe ik eigenlijk altijd al de alpha missies. Maar ik heb deze nog niet gedaan. Dus ik doe hem al eerst even op gamma om te weten wat het überhaupt is. Dan kunnen we later nog een keertje proberen om... Nou, het is een meewinkie. Leuk. Race to the access point. Access the kernel before permission reset to unlock the system. Oh no. We are going to glide. Nou, als het goed is, ik weet een beetje hoe de meewink werkt. Wee. Gaan we. Joink. Omhoog. Joink. Oké. Oh, dat zijn boosters. Oké, die had ik niet per se nodig. Maar thank you anyways. We hebben natuurlijk maar een tijd die we moeten halen, hè. Die races. Even geleden dat ik geraced heb. Joink. Woe. Jee. Jee. Gaan ze springen dan? Oh, this is just arc things. Just arc things. Out of bounds, return or be teleported. Oh, no's. Oké, we gaan blijkbaar gewoon hierdoor. Jee. Jee. We moeten omhoog. Use the boosters, baby. Let's go. Glide, mijn Maywing friend. Glide. Yes! We zijn er bijna. Whee! First place, Jones. I did it. Can I get some applause? Yes, thank you. Ik heb 900 hexagons gekregen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. En een mooi zadeltje. Nou, leuk joh. Oké, laten we de alpha even proberen van deze. We gaan eventjes de alpha variant van deze proberen, zodat we iets meer hexagons kunnen krijgen. Ik weet niet. Ik weet dat je van de races over het algemeen niet heel veel shit krijgt, hoor. We kunnen veel beter een prowl gaan doen of een hunt. Maar gewoon voor de funsies, toch? Voor de leuk. Even lekker racen, joh. Even Mario Kart, hè. Oké, daar gaan we. You, let's go. Glide my Maywind friend. We have to hurry. We have to be quick. Gotta go real fast. Ik miste hem. Terug. Abort mission. Oh, dit is echt zo kut. Want dan ga je op die beam. En dan mis je dus de... Oh, just arc things. Come on, man. Return to be teleported. Yes. Ik heb hem. Oh ja, thanks Maywing. Very cool. Typisch, want dan speel je op alpha. Waar je dus maar een minuut de tijd hebt om dit te halen. En dan krijg je dit soort gezeik. 4, 3, 2, 1. Rippen pepperonis. Dat was een beste oei. Een oei en een oef. Fail to reach the goal within the time limit. Ik wil nog één keer proberen. En ik moet gewoon echt gewoon eigenlijk niet eens de grond raken. Gewoon volledige speed houden. En dan echt alleen maar die boosters pakken. En ik denk dat zelfs die dingen om omhoog te komen, die slow het te veel. Je moet gewoon alleen maar gaan. Oké, 3, 2, 1, let's go. Oké, gelijk een beetje speed pakken. Door even te diven. En gaan. No time to lose, Maywin friend. Perfect. Oh, volgens mij zijn we een hexagon ding vergeten. It's okay. We gaan door. Kom op. Oh, oké, dit is te doen. We hebben een paar kleine optimatische... Wauw. Een paar kleine puntjes waar als we het een klein beetje optimaliseren, dan redden we het net aan. Ik geloof wel dat ik dit kan. A few moments later. Oké. En boost. Boost dan, gast. Boost dan. Wat is dit?
Nee, de boost werkt niet. Bro, de boost deed niks. Wat is dit ook voor teleportatie? Oh nee, wat een waste. Opnieuw. Oh, natuurlijk. Oh, fucking hell, man. Ik blijf het proberen. Ik weet gewoon 100%. Wat is dit? Wat doen we? Wat is dit? Hallo? Maywing. Oh, mijn hemel. Af en toe, jongens. Met Ark af en toe. Oh, wat is dit nou weer? We gaan. Steady. 5 seconden. Ah, zo close. Zo close. Oh mijn god, we waren zo dichtbij. Volgens mij waren we letterlijk echt meters voor de finish. Oké, het is wel bijna nacht. Dus voordat we zeg maar de nieuwe loot area krijgen. Let's go. Let's go, man. Ik geloof diep in mijn hart dat ik dit kan. Dit is de laatste poging. Als het nou niet lukt, dan lukt het niet, oké? Dan geef ik het op. Kom op. Maywing, nee. Oké, nou, het is alweer rip. We hebben veel te veel snelheid verloren daar. Oh, we kunnen beter gewoon die bovenste pakken dan. Want ja, die kunnen we ook hier nog niet meer op. Maywing! Ik haat dit spel. Ik haat het. Ja, 28 seconden is nooit genoeg. Ik kon het toch niet laten, jongens. Ik ben gewoon nog een keertje die rot missie ingegaan. Maar ik zie wel wat ik moet doen om het te fixen, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat het wel lukt. Maar het zijn gewoon echt een paar irritante kleine rot-optimalisatietjes die je dan even gefixt moet hebben. En dat maakt het net even kut. Ja, 3 seconden voor die laatste. Dat wordt hem nooit. Dat wordt hem nooit. Ah, tot de volgende keer. Doei.